new Thunderdome.
gezellig, relaxed en goed. De line-up was dus helemaal onbekend. En ja, op zich was dat wel spectaculair. En dat hier kwamen ook was heel, heel veel prijsacties en zo. Ja, was heel leuk. Kijk hoe je sfeer, joh. Heel gezellig, man.
Don't stop.
Leuk, weer echt ouderwets zoals het begin. Goede sfeer, leuke muziek, ja, goed gedraaid, gewoon lekker strak. Nou, ik kom al vanaf het begin en gewoon de sfeer is gewoon fantastisch. En gewoon lekker uit je dak gaan en ja, veel lol hebben. Get the game.
feest als een feest hoort te zijn. Gezellig met z'n allen gewoon een groot feest ervan bouwen. Vet heftig hakken. Normaal gesproken is het zo dat de line-up vooraf bekend wordt gemaakt. Dat is dit keer niet. Dus dat was wel een uitdaging vind ik, voor het publiek. Je weet gewoon niet wat je te wachten staat. Daarnaast is hij anders omdat het geluid, zoals je kan horen, echt veel harder dan normaal is. Dus echt gewoon super. En ik merk de laatste tijd dat de sfeer wat meer underground aan het worden is. Het is een jaar of wat geleden, anderhalf geleden, was het heel erg interessant voor de media om over grabbermuziek te rapporteren. En toen het niet meer interessant werd, liet het een beetje vallen. Maar ik heb een beetje de indruk dat de feesten nu echt weer terug naar af zijn gegaan. En dat merk je ook aan de sfeer. Denk je dat het positief is en dat dit feest een bewijs is dat grabber niet dood is? Nou, ik weet niet, ik vind het een beetje een cliché, die discussie of grabber nou wel of niet dood is. Door het feit dat hier weer 25.000 mensen rondlopen, bewijst dat grabber alles behalve dood is. Ik vind het een beetje een moeilijke discussie om over te beginnen. Het is gewoon zo, ga hier binnen kijken. De sfeer is gewoon super. Net als de laatste Mysteryland, ook helemaal uitverkocht. Super sfeer, dus ja, wat moet ik nog meer zeggen? Yeah. I don't play to the end of the year because I finished my album and new tracks and I come back in January. This will be today the last gig in Holland for this year. Base. Come on.
Now it's all, always some new styles coming in, but hardcore means the heart of the core, you know. I am the heart of the core of this music. Do you call yourself hardcore to the bone? Yeah, I mean, I definite hardcore different, you know. Hardcore means the heart of the core. You know, it's also in hip-hop we have hardcore, in metal we have hardcore. It's only if you're true 150% to the music you do.
I have three incoming bogeys bearing 275, range 6,000 meters. Open your minds, minds, minds. Party time!
Party time! Ik ben net door de zaal geweest en heel vriendelijke sfeer. Gaat er veel veranderen qua muziekstijl? Ja, de muziek verandert altijd als het goed is, want anders gaat het niet goed. Dus het is na een tijdje weer wat langzamer geweest. De muziek heeft zich op een paar jaar terug georiënteerd. En dat verwerkt zich nu weer in de andere stijlen. Als het goed is, blijft muziek steeds in beweging, anders gaat het op. En ben je op dit moment bezig met nieuwe tracks of nieuwe dingen? Mijn cd komt uit in 1 december. Dubbel cd. Nee, Junkie. En die cd is Millennium Proof? Ja, bijna wel, ja. Op Macintosh is gemaakt.
gebuzzerd! Have you ever heard the sound of your hands in the ground and you are afraid to say because it won't go away? Sing! That's the sound of your brain cracking. That's the sound of your brain cracking. It's the sound of your brain cracking. That's the sound of your brain. Thunderdome.